welkom bij een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. Ik ga de weg weer op en jullie gaan met me mee. Let's go! Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben nu adviseur. Met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja! Dit ging lekker, we kunnen nog even rijden. Ik heb er nog even zin in. Maar kijk hoor, we gaan even terug in de vrachtwagen. Ik zie hier yoghurt weer. Die moeten we naar Zwitserland, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil iets in het Verenigd Koninkrijk. Deze. Wandpanelen. Laten we die nog doen. Wandpanelen. De trailer is gereed. Waar dan? Rijd naar de groene vlag. Waar dan? Oh, die stond ernaast. Daar stond onze vorige vracht. Die gaan we even pakken, jongens. Let dan. Ja. Zo. Hoppakee. Let's go. Dat ging makkelijk. Ik leunde gewoon uit mijn bak. Hé, ik heb hem door, hè? Ik heb hem door. Links blijven, hè? Hé. Slim, hè? Ja, het is gewoon even wennen. Het is gewoon, ja, Engeland. Engeland is Engeland. No shit, Sherlock. En I think when I deliver this, wie heeft level 11 bereikt? Natuurlijk. Daar gaan we wel vanuit natuurlijk, hè, dat ik level 11 word. Nog in deze aflevering. Ik weet nog niet of ik dit... Ik heb deze, denk ik, deze game van alle... simulatiegames heb ik volgens mij deze game wel het meest gespeeld in mijn leven, denk ik. Ik heb ook wel eens heel lang... wat was het nou? Boot simulator was trouwens ook fantastisch. Omdat wij hebben namelijk een... op het eilandje waar ik woon hebben wij een veerpont. En die vaart over de waterweg. En ja, het is voor mij... Het kost maar 80 cent als je met... als je lopend gaat. Het kost 1,20 euro met de fiets en met de brommer en zo. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom... Dat veerpontje. Dat die boot was nagemaakt in een mod voor die bootsimulator. Maar om dat allemaal te kopen was ik iets van 20 of 30 euro kwijt. En dat zag ik nou niet zitten. En omdat ik met één veerpontje wou gaan rijden. En toen keek ik of ik hem kon downloaden. Omdat ik, ja, weet je, je gaat geen game kopen als je eenmalig iets wil uitproberen hoe dat eruit ziet. En toen zag ik dat je die mod gewoon echt moest kopen. Wil je hem, zeg maar, spelen. En ook wel logisch, want ja, mensen die doen er moeite voor om zoiets te maken. Dus daar betaal je gewoon voor. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Wat ik wel erg vind, is dat het weer fucking nacht is. Het liefste wil ik gewoon dadelijk een bed opzoeken. En gewoon even slapen, want ik zie de maan schijnen door de bomen. Hè? Ik zal maar geen Sinterklaasliedje gaan zingen, want Zwarte Piet mag gefilterd worden. Maar... Nee, maar die bootsimulator vond ik trouwens wel een heel leuke game. Om even niet van onderwerp te veranderen. Wat ik heel vaak doe, dan wat ik weet, wat mij per ongeluk gaat. Is dat ik die bootsimulator wel echt heel erg toffe game vond. En we komen de snelweg weer op. Dit is de... Hebben we nog een... Oh. Oké, we zitten op de snelweg. Mooi zo. We kunnen weer harder gaan. 97 kilometer mogen we hard gaan. Hier. Moet ik hier naar links? Een heel dun weggetje dat ik moet volgen. Services. Dat is wel een bed of niet? Ja, er is een bed. Als ik dan gewoon eventjes wacht. You know what I mean? Kunnen we even een paar uur slapen? Wanneer moet ik... Of ga ik dat niet halen? Ik ga eens kijken. Wanneer moet ik die vracht brengen? Even tanken. Even tanken, zo. Geef me even vol tanken. Tank jij of tank ik? Hoe laat moeten we zijn? Resterende tijd 8 uur. Nee, ik denk als wij prestatie ontgrendeld. Diesel no petrol. Wat heb ik gedaan? Ik kreeg een boete? Of niet? Ik kreeg wel een prestatie. Ik heb getankt. Wauw. Nou, de eerste achievement is ontgrendeld. Hè? Ik heb getankt. Alsof ik dat nog nooit heb gedaan in aflevering. Steam, ga kijken naar mijn afleveringen. Daar heb ik al lang de helft van de achievements gehaald. Nee, we kunnen niet een tukje gaan doen. Waarom niet? Omdat het... Ja, het wordt al bijna overdag, maar dan haal ik het niet met de tijd. Ik moet natuurlijk binnen een bepaalde tijd moet ik het halen. Zo. Ik hou hem ook gewoon links aan.
eigenlijk moet ik rechts rijden, geloof ik. Omdat links natuurlijk dus de baan is om, zeg maar, sneller te gaan. Dus ik ga hier naar rechts. Moet sowieso naar rechts. Ga ik er nog heen. Vincent kijkt niet in zijn buitenspiegels, wat wel hoort. En het wordt overdag. Ik moet mijn licht nog wel aanhouden. Maar we zien tenminste wel wat beeld. Er rijdt iemand naast me. Volgens mij. Rijdt er iemand naast me? Nee. Oh, ik dacht dat iemand naast me reed, joh. Nou, dit klaart wel op nu. Je ziet wel hoe langzaam het weer licht wordt. We zitten op de snelweg. We mogen 97 km per uur. En we zijn er in 3 uur en 20 minuten. Dat is op zich wel redelijk. En dan gaan we een beetje naar het midden toe van Engeland. La, 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 la. Ja, ik vind het goed. 60 km mag je hier. Waarom weet ik niet? Je moet ineens 60 hier. Wandpanelen. Volgens mij zijn dat wel... wandpanelen zijn wel weer... materialen die we snel kapot kunnen gaan. Dus ik kan het keihard verpesten door eigenlijk gewoon ergens tegenaan te rijden. En die wandpanelen die zullen allemaal kapot gaan, zeg maar. Maar zo zijn we niet. Dat is zonde. Ik moet mijn geld krijgen en mijn experience points. Jullie willen dat toch ook? Ik hoop het. Een beetje boerderij. En waarom gaan we zo langzaam? Ja, ik mag niet harder. Kom op. Ik hou het gaspedaal ingedrukt. La 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 la. We rijden op de snelweg, we zijn nog lang niet moe, want we hebben vannacht niet geslapen. Daar werk je toch naartoe. We hebben net getankt en nu verlies ik heel veel geld. Want ja, je weet het, als je niet tankt, beland je in de vuilnisbelt. Ik weet ook niet waarom, maar... Ja, als je niet tankt, dan beland je in de vuilnisband. Belt gewoon langs de weg. Dan ben je troep, dan kan je niet meer verder. Heel ver gezocht. We gaan te hard, we gaan 97 km per uur. Nou ja, bijna 100. Zullen we de 100 halen? Zullen we het proberen? 99. Kom op. Ja, 100. Woehoe. Nou, we hebben 100 gereden. We hebben geen boete. Dus ik kan gewoon 100 blijven rijden, denk ik. Services. Nou, ik hoef niet meer te slapen. Op zich is het wel overdag aan het worden weer. En het duurt nog lang voordat we er zijn. Ik ga eens kijken. Nou, we gaan door Cambridge of zo. Zo heet dat hier. En dat plaatje heb ik waarschijnlijk nog niet door... Nou, daar ben ik nog niet echt doorheen geweest, zo te zien. Ik kan me ook niet herinneren of ik hier doorheen ben geweest. Omdat natuurlijk, er loopt een rode streep voor mijn TomTom. Maar als het gewoon grijs is, dan ben ik gewoon nog niet op die plek geweest. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk weer op een nieuw gebied kom. En dat vind ik op zich wel fijn. We kunnen al zien of we... Nee, we kunnen nog niks zien waar we naartoe moeten. Ik kan wel even op de M klikken, want ik ben wel nieuwsgierig. Oh, we gaan naar Birmingham. Even kijken, ben ik al bij Birmingham geweest? Dat wordt een nieuw plaatje die we gaan ontdekken in de map. Ik ben sowieso niet heel veel in Engeland geweest, zoals je ziet. Ik heb echt heel veel door Nederland en Duitsland gereden. En vooral natuurlijk bij Italië. Maar Engeland ben ik eigenlijk nog helemaal niet in geweest. En dit is allemaal nieuw wat ik nu doe. Dat is op zich wel heel gaaf, want zo komen we nog eens ergens. En dan zien we weer wat nieuwe dingen. Alhoewel, ik zie het meeste wat wij zien natuurlijk in de serie is mijn hoofd. En daar word je natuurlijk ook niet blij van. Je ziet de omgeving, de boerderijen. Nou ja, dat op zich kan dat wel. Maar je ziet daar niet van... ik zie dat daar Engelse aardappels groeien. En ik zie dat daar Nederlandse aardappels groeien. Ja, die Duitse aardappels die kijken heel boos en zo grijnig. Oh! Geen schade, geen schade, geen schade. Nee? Heb ik schade? Ik weet niet, kan ik het zien ergens? Ik moet gaan remmen, wacht even. Heb ik schade? Nee, Vincent heeft geen schade, jongens en meisjes. Vincent heeft geen schade. En die wandpanelen ook niet. Want als mijn vrachtwagen geen schade heeft, dan zullen die wandpanelen ook geen schade hebben. Ha, de logica van een vrachtwagenchauffeur schiet ineens te binnen. Ik heb pas geleden heb ik nog een confrontatie gehad met mijn vrouw. Die zat op de bank. En ik zeg, mijn beurt. Opmoven. Dus mijn vrouw keek mij aan met van die groene ogen. Ik zei, wat moet dat nou? Ik zei, wat moet jij nou? Zei, het is mijn beurt. Ik heb heel de dag op de vrachtwagen gereden. Jij hebt heel de dag op je reet gezeten. En nu mag ik lekker zitten. Oké, nou dan doe het zo. Dan ga je maar lekker op de grond slapen. Ik zeg, nou dan slaap ik gewoon de hooibouw vannacht. Is goed. Hooibouw in de schuur. Altijd goed. Lekker hoor, lekker zacht. Bij de paard, bij de pier. Lekker bij de peerslaap. Altijd goed, lekker bij de peerslaap. Voor de mensen die dit hebben verstaan, toets 1.
We gaan 100. Ja, we gaan bijna 100. Vorige keer was mijn vrouw een beetje boos geworden. Wat dat nou, dat zou ik vertellen. Mijn vrouw zei, ik heb gedroomd dat we groene scherpen hadden. Groene scherpen? Ik zeg, groene scherpen? Dat kan toch niet? Ja, het is een droom, dat kan alles. Oké. Nou, groene scherpen hadden we dus. Dus ik de volgende dag bij de Gemma heb ik even een verfje gehaald. Een beetje groene verf. Dan heb ik dus de volgende dag bij mijn vrouw wakker en stond er een groene scherp naast de bed. Nou, ik mocht 2 weken niet binnenkomen. Zo, dat was het. 2 weken. Ik heb bij mijn tante gelogeerd. Ja, die leeft nog. Ze is een heel oud mens hoor. Ik heb voor haar gekookt. Zoiets doe je, hè. Voor oude mensen moet je natuurlijk wel koken. Als ik niet kook, dan staat er ook geen eten. Liverpool. Liverpool ken ik wel. Daar komt die voetbalploeg vandaan. En eindelijk zie ik aan de rechterkant, komt dadelijk. Als u rechts kijkt, ziet u een auto die wordt gezocht door de Engelse politie. Er zijn 7 kippen al in de boerensloot. Jongens, hoe hard mag je hier rijden? Ik heb het gevoel dat deze vrachtwagen gewoon niet hard gaat. Die wandpanelen wegen gewoon een paar kilo. Dat kan niet anders. Oh, dat vind ik altijd zo eng om altijd die... Je hebt van die vrachtwagens hier die je links ziet. Altijd met van die boomstammen. En ze zitten ook amper vast, heb ik het gevoel. Maar dan moet ik er ook nog naast gaan rijden. Nog altijd even toeteren. Toet. Nou, zoals je ziet zijn we er al bijna binnen een uurtje. En dan kunnen wij de wandpanelen netjes afleveren. Ja, ik moet natuurlijk wel weer even netjes inparkeren. Ik bedoel, daar krijg je wel extra punten voor het inparkeren. Dat weet ik wel. Maar je krijgt ook meer geld en XP als je snel bent, zeg maar. Dus je mag hier trouwens 80. Dus ja, ik kan zeg maar 2 dingen doen. Och. Jesus Christ. Ik kan zeg maar doen dat ik heb natuurlijk net al netjes ingeparkeerd. Dus ik kan nu gewoon snel parkeren op zich. Is wel netjes als ik het zo een beetje afwissel, toch? Wat vinden jullie eigenlijk waar ik naartoe moet rijden in deze serie? Misschien, want Engeland wil ik heel graag wat meer verkennen. Als jullie het ermee eens zijn, dan ga ik gewoon de volgende aflevering nog wat meer in Engeland doen. Want het is helemaal niet zo slecht om links te rijden. Het is wel weer gewoon een gevarieerde gameplay video. Hey, ik bedoel, in plaats van rechts, rijd ik gewoon links. Ik bedoel, dat is wel best wel een verschil, zeg maar. Ah, zo. Bij de weg blijven. Ja, ik heb niet geslapen vannacht. Dus dat is een beetje het probleem, hè? Als vrachtwagenchauffeur moet je natuurlijk wel slam. Ja, je moet natuurlijk wel simulatiespellen zijn heel erg... moet je heel veel geduld voor hebben, ten eerste. En echt, daarom heb ik respect voor Bram, als hij deze video kijkt. Want Bram heeft namelijk... dat is waar Kaikum, Dutchboy, hè, dat weet je. Maar Bram heeft zeg maar het spel al veel meer gespeeld dan mij. En die is echt heel hoog level, ik geloof 22 of zo. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar die speelt echt no life dit spel. Voor mij heeft hij niet eens een stuur, maar dat maakt niet uit. Je mag hier maar 60. Ik ga gelijk aan de verkeersregels houden. We hebben al 2 boetes gepakt namelijk. En het is nog maar 9 minuten voor we er zijn. Dat was best wel snel. Dat is echt wel heel fijn. En we komen ook in een nieuwe plaats. We hebben in ieder geval 1 achievement gehaald met deze video. En dat vind ik wel een hele leuke prestatie. Ik weet sowieso niet welke achievements je nog meer kan krijgen. Er waren best wel een stuk of 30, 34 achievements geloof ik. Maar het is best wel leuk dat ze dat zo hebben toegevoegd. Het varieert toch wel een beetje in gameplay. En we mogen hier maar 30 km per uur. Dus ja, ik kan beter gewoon stilstaan, dan ga ik net zo hard. Nee, je mag hier 30, maar die man voor me rijdt hier in de... Nou, toch al 50. Birmingham ontdekt. Jullie zien het keihard in beeld staan. Birmingham is dus een plaats waar ik nog nooit ben geweest. Dat is leuk. En ik ga naar links. Ik weet niet waarom, want ik moet dadelijk naar rechts toe. Dus ik ga gewoon weer naar rechts. En het is overdag. En we komen precies op tijd, dus dat scheelt. Even kijken hoor, nu ga ik een beetje inzoomen. Ik ga hier naar rechts. Ja, tuurlijk weer rood. Jongens. Hey, leuke Mini Cooper. En een rode bus. Dat is wel een beetje... Ik zou ook wel een keer naar Londen willen, joh. Het lijkt me wel gaaf om een keer naar Londen te rijden. Misschien kunnen we wel een opdracht doen. Of er... Ja, kom maar. Goed zo. Die stoplichtjes zijn wel heel leuk gedaan, vind ik zelf. Groen? Mooi zo. Ik ben blij met groen licht.
Oké. Rustig. Oké, hier gaan we naar rechts, want daar moeten we in. Oké. Ja, ik was heel bang dat ze me gingen aanrijden, zeg maar. Maar dat is niet gebeurd, dus dat scheelt. En... oh, hier moet ik hem inrijden. Nou, dan rijd ik hem toch wel even naar achter. Dat vind ik wel netjes. Oké, let op, hè. Mijn tactiek. En dan leun ik gewoon uit de auto, hè. Kijk, zo, let op. Oh, zo. Let op. Nee, ik moet anders kijken. Wacht even. Dat gaat helemaal goed, manjeus. Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Oh, wat vreselijk voor die paar handpanelen. Huppakee. Opdracht voltooid. Worden we level 11? Worden we level 11? Alsjeblieft. Ja! Level 12! 11! Ja! We hebben level 11 gehaald, mensen. Dat betekent dat we ook weer een vaardigheidspunt eraan kunnen brengen. Hoge waarde vracht. Ik denk dat we de hoge waarde wel omhoog kunnen doen, denk ik. Gok ik. We doen het gewoon. Huppakee. Hoge waarde vracht. We gaan meer verdienen. En ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende aflevering met Euro Truck Simulator. Doei!